Hoi, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Jasper Filon, ik het Audiocoach Benelux team. Ik wil jullie vandaag een korte demonstratie geven over de integratie tussen Audiocoach OVOC en Microsoft Teams. Voor de mensen die OVOC niet kennen, OVOC is ons management en monitoring systeem, waarmee je in één oogopslag een zicht hebt over je hele voice netwerk. Wat jullie hier zien is het welkomscherm van OVOC, waarin je kunt zien hoeveel SPC's we in gebruik hebben, hoeveel verbindingen we in ons voice netwerk hebben. Maar hier in het midden zien we ook gelijk hoeveel calls er over het netwerk lopen, of die calls succesvol zijn of niet, en of er misschien problemen zijn met de audiokwaliteit. Nou, ik kan hierop klikken en dan krijg ik direct een overzicht van alle calls die over het netwerk gelopen zijn. Ik kan zien of ze succesvol zijn of niet, of er kwaliteitsproblemen waren, de beller, de gebelde partij en noem maar op. Maar wat ik ook kan doen hier, ik kan een extra filter toevoegen en dan kan ik OVOC vragen om een overzicht te geven van alle calls die over mijn Teams-omgeving zijn gelopen. En dit kunnen calls zijn tussen twee medewerkers onderling, dit kan een conference call zijn of dit kan een PCN call zijn. Het maakt niet uit wat voor call het is, alle calls hebben we hier zichtbaar zolang ze maar over Teams gaan. En wat ik hier vervolgens kan doen, ik kan een van deze calls pakken en ik kan in de details gaan kijken. En net als dat je gewend bent van een SPC call, kan ik hier zien wat was de kwaliteit van de call, hoe liepen de audiostromen, wie was de beller, wie was de gebelde partij. In dit geval Marina Riescher, een van onze product managers. Maar je kan hier ook gelijk zien wat voor netwerkverbinding zij gebruikte. Dus in dit geval zat Marina op wifi en gebruikte dus als device haar laptop met de standaard ingebouwde speakers. Als er problemen zijn met een call, dan kan ik dat hier ook gelijk zien. Dus als we teruggaan naar de lijst, dan zien we hier bijvoorbeeld een call waar we problemen hebben met de video frame rate. En als we de details dan op gaan vragen, zien we sowieso hier aan de bovenkant twee verschillende mediastromen. Want we hebben natuurlijk onderscheid tussen de audio enerzijds en de video anderzijds. En we zien direct dat er in de upload een probleem was met de video. En in de details kunnen we zien dat er sprake was van een te lage framerate. Dus het lukte niet om vloeiend video vanaf het device te versturen naar de teamomgeving. Nou, als jullie nou meer willen weten over de mogelijkheden die OVOC biedt, of een keer een uitgebreide demonstratie willen, laat het me dan vooral weten. En anders in ieder geval, bedankt voor je tijd en voor je aandacht.